Art. But it seems to me there's so much more to the world than the average eyes allowed to see. I believe if you look hard, there are more wonders in this universe than you could ever have dreamed of. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. You're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you. Put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me, I will do it for you. For you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you. For you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone. You're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart, you're the pole. We kijken naar een van de beroemdste schilderijen van Vincent van Gogh, De Zonnebloemen. Hij heeft daar vijf versies in totaal van gemaakt. En hij begon eraan in Arles, in Zuid-Frankrijk. In het huis waar hij woonde, waar hij ook zijn atelier had. Want Gauguin, zijn grote vriend, waar hij heel veel bewondering voor had, zou na lang op en neer schrijven, eindelijk naar hem toe komen. En dat was een soort vervulling van een ideaal van Gogh, samenwerken met andere kunstenaars. Gauguin zou in oktober 1888 uiteindelijk komen. En in de voorafgaande weken en maanden had Van Gogh gewerkt aan wat hij noemde zijn decoratie. Dus een soort versiering, letterlijk, van het gele huis. De Zonnebloemen maakten daar ook deel van uit. Toen ze nog samen in Parijs waren, had bij een tentoonstelling Gauguin twee stillevens van zonnebloemen van Vincent gekozen om te ruilen tegen een schilderij van Gauguin. Dat deden kunstenaars in die tijd. En hij wist dus van Gogh dat Gauguin dol was op die zonnebloemen die hij maakte. En hij heeft met die decoratie van het gele huis dus eigenlijk willen zeggen toen Gauguin kwam, kijk, dit kan ik nu, dit ben ik nu als schilder. We zien een ontzettend helder geel schilderij. Dat was ook de uitdaging van Van Gogh. Geel op geel op geel. En daar dan toch een leesbaar, een begrijpelijke voorstelling mee maken. En hij heeft vijf versies gemaakt. Allemaal verschillend. Je hebt er twee geloof ik met blauwe achtergrond. Die zijn op verschillende plekken terechtgekomen. En Gauguin was inderdaad, toen hij kwam, heel erg onder de indruk ervan. En die heeft aangegeven dat hij graag ook weer dit schilderij met een ander schilderij van hem, met Van Gogh, wilde ruilen. Van Gogh zelf was ook tevreden ermee. Hij beschouwde zichzelf inmiddels als de schilder van de zonnebloemen, zoals hij letterlijk schrijft in een van zijn brieven. Dus ja, hij was wel voldaan, wat niet zoveel voorkwam bij Van Gogh. En hij had zich ook voorgesteld om het te presenteren, samen met een andere versie van de zonnebloemen, in een triptiek, een drieluik, met de berceuse die we hier ook hebben. Dit is dus die berceuse, dat betekent de wiegster. En het is in feite een portret van een mevrouw, een kennis van Van Gogh, in Arles. En ook Gauguin heeft toen hij bij Van Gogh samen
werkte en woonde. Deze vrouw geschilderd. Ze moet dus een soort oermoederschap uitdrukken en daarmee troost bieden. En Van Gogh zag deze wiegster als het middenstuk van een drieluik, waarbij de heldere zonnebloemen als soort kaarsen dit donkerdere schilderij zouden verlichten. Het is heel begrijpelijk dat Van Gogh aan die kaarsen dacht, want inderdaad is dit natuurlijk een enorm krachtig en helder schilderij. En ik denk dat die uitstraling die het schilderij heeft ook een van de redenen is waarom zoveel mensen het een prachtig schilderij vinden.